Heerlijk jongens, het is weer zomer. Het is tijd om erop uit te gaan. Dat doen we natuurlijk lekker fris en fruitig, van top tot teen en alles wat ertussen zit. En in deze serie Hygiëne zonder gêne ga ik op bezoek bij een aantal meiden snuffelen in de badkamer, want ze hebben allemaal een spannende date op de planning staan. Vandaag ga ik op bezoek bij Denise, want ik ben heel benieuwd hoe zij zich op het gebied van hygiëne hierop voorbereidt. Denise, heb je eigenlijk een vriend? Ja, wel 5,5 jaar. Ja, die is niet heel veel zichtbaar. Nee, je ziet hem bijna niet op socials. Dus dat is nog een beetje privé eigenlijk. Is het daten nu zoveel anders met je vriend dan 5,5 jaar geleden? 5,5 jaar geleden hadden we net iets. En het was al een beetje nog spannend. Je kent elkaar nog niet heel goed, zeg maar. En nu 5,5 jaar later ken je elkaar door en door. Dus ja, ik vind daten alleen maar veel leuker geworden eigenlijk. En hoe bereid je je voor dan op zo'n date met je vriend? Ik zorg ervoor dat ik gewoon helemaal door een ringetje ben te halen. Dus ik verzorg mezelf eigenlijk van top tot teen. Tot poes. Tot poes. Ja? Hoe verzorg jij je poes over het algemeen? Ik verzorg mijn poes eigenlijk met water. Ja. Ja. Lekker schoon spoelen. Ja. En dan scheermessen nog over? Ja, helemaal. Ja, ik ben toevallig laatst gelaserd. Dat vond ik ook wel een dingetje, want dat gaat dan helemaal natuurlijk. Alles nemen ze mee, gewoon tot aan de anus. Tot aan het serretje. Dus alles is helemaal weggelezerd. En daarvoor was ik wel gewoon van het scheermesje alles weghalen. Je houdt wel van lekker verzorgd, down under. Ja, heel erg. En hoe ziet jouw poesroutine er dan uit? Nou, mijn poesroutine. Voorheen scheerde ik natuurlijk alles nog, want toen was ik nog niet gelaserd. En toen waste ik het gewoon een beetje. Lekker body lotion, zeg maar, eromheen wel smeren, dat het gewoon wel een beetje lekker ruikt daar zo. Oh, en, slim. Ja, dat vond ik altijd, dat had ik ooit een keer ondervonden. Denk, ik wil toch dat het een beetje lekker ruikt daar beneden. Dus ik doe een beetje body lotion op mijn bovenbenen, zeg maar. Dan blijft die geur daar een beetje in de buurt hangen. Dus dat doe ik eigenlijk altijd. Super goede tip. Ja, nu ben ik natuurlijk gelaserd, dus dat hele scheren, dat hoeft niet meer. Ja, misschien af en toe een paar wilde haren weghalen, maar that's it. Wat heerlijk. Ja, heel fijn. Wat een verrijking, dat je gewoon, het scheelt ook heel veel tijd. Ja. Ik ken dus mensen die houden niet van douchen. En jij? Nou ja, ik wel. Ja, als het kan, dan douche ik zelfs 2 keer per dag. 'S ochtends en 's avonds. Oh, wat lekker. Ja. Maak je echt helemaal een soort van me-momentje van? Ja, het is even een momentje, even ontspannen. Gewoon een soort van meditatiemoment waar ik in ga. Even lekker staan en even je gedachten van je afspoelen eigenlijk. Ja. Ik zorg dat ik het eigenlijk elke dag wel heel goed daaronder verzorg. Dus elke dag even goed sproeien en dat eigenlijk. Wat vinden mannen hier eigenlijk van? Vind jij het belangrijk als een vrouw gedoucht is? Ah, nee. Ik zei al, ik hou wel een beetje van vieze vrouwen, dus dat is prima. Nou ja, als ik van een feestje kom en zij zegt ik wil eerst even douchen, dan hoeft het niet van mij per se. Niet een must. Jawel, ja. En aangezien jij van lekkere geurtjes houdt, kan dit misschien lekker zijn om ook te proberen. Ik ben benieuwd, dan zie ik je zo. In de douche denk ik meestal aan... aan niks. Rustig of gehaast? Gehaast. Samen of alleen? Alleen. Koud of heet water? Koud. Kaal of een scheepje? Kaal. Seks of mediteren? Mediteren. Gekste ooit gedaan onder de douche? Heel hard gehuild en dacht dat ik in een videoclip zat. Lekker gedoucht. Ja, heerlijk. Even je momentje gepakt. Ja. Ja, oh heerlijk. Ik zie het, je straalt. Oh, helemaal. Ja, je bent er weer helemaal. Ja. Maar sowieso, jij hebt echt een prachtige huid volgens mij. Oh, nou bedankt. Ja, ik verzorg mijn huid heel goed, dus ik doe mijn best. Ja. Ja. Vind je het ook misschien daardoor minder moeilijk om jezelf zo bloot te geven voor een camera? Nou, ik moet zeggen, toen ik 4 jaar geleden begon met YouTube, had ik wel zoiets van, ik ga nooit zonder make-up op beeld, want dat hoort niet en dat kan niet. Maar nu ik ouder ben geworden, heb ik zoiets van, boeien, het is gewoon prima en ik hoef niet zo onzeker te zijn. Oké, maar er gaat dus wel iets van een concealertje zien. Ja, want ik heb, dat vind ik dan weer zelf, heel erg donkere kringen onder mijn ogen. Dus daar ben ik altijd een beetje onzeker over. Dus als we die weg kunnen werken, dan ben ik waar helemaal het goudje. Ja. Is er iets anders waarvan je zegt, nou daar ben ik toch blij mee dat moeder natuur me dat gegeven heeft? Nou, als ik dan iets moet kiezen, dan zijn het wel mijn ogen.
Ik heb echt zeg maar mijn moeder. Ja, hele lichte ogen. Ja, ja, mijn moeder heeft echt hele blauwe ogen en mijn vader weer hele bruine ogen. Dus ik ben echt een soort van in de middel eruit gekomen. Ik ook. Van 100, ja. Nou, precies. En ja, ik ben heel erg blij met mijn ogen. Ja. Ja, dat heel erg. Heb jij veel tijd nodig in de ochtend? Ja, een uurtje ongeveer wel. Ja. Oké. Ja. Maar zijn er nou ook momenten dat je wel denkt, nou, weet je wel, laten de boel, ik heb er even geen zin in vandaag. Oeh, die dagen zijn bij mij heel schaars. Ik vind dat sowieso lekker om sowieso te douchen. Ja, en ik doe niet elke dag make-up of maar helemaal in de stijgers of zo. Dat doe ik allemaal niet. Niet elke dag. Ja. Maar je hebt wel momenten dat je misschien wel eens onfris voelt? Ja. Ja, absoluut. Oeh, na het sporten. Ja. Down under ook? Heel. Ja? Ja, ja, je gaat natuurlijk overal zweten en ja, daar dus ook. En dan wil ik wel zo snel mogelijk douchen als ik klaar ben met het sporten. Ja. Is dat een gevoel of is dat ook dat je denkt, oeh, daar zit een luchtje aan? Ja, het is ook een beetje een gevoel, want ik stink over het algemeen gewoon na het sporten. Dat is, ja, overal. En dan heb ik wel een gevoel van, oeh, misschien is het daar nu nog erger of zo. Ik weet het niet, maar ik wil het spoelen, ik wil het even schoonmaken. Lekker broeierig. Ja, dat. Ja. Ja. En wat doe jij verder om je extra fris te voelen op een dag? Nou, dat heb ik ooit een trucje, heb ik ooit op YouTube of ergens geleerd. Dat je een beetje vet op je polsen moet doen, een klein beetje in je nek. En dan moet je dus je parfum overheen sprayen en dan blijft het echt gewoon nou 2 dagen zitten. Nou. Ja, blijft heel lang zitten. Echt een goede tip. Ja. En die body lotion, hè? En die body lotion. Bij je schaamstreek, zo net. Net eromheen, dan ja. Het niet erin moet. Want ja, dan, Ga jij nog even insmeren naar mijn body lotion en dan gaan we lekker aankleden. Nou. En dan ben jij er volgens mij bijna klaar voor. Ja, zin in. Tikje zenuwachtig of doe ik even? Tikje zenuwachtig. Opgedirkt of casual? Opgedirkt. Voorbereid op alles of geen verwachtingen? Voorbereid op alles. Koffiedate of dinnerdate? Dinnerdate. Op een openbare plek of gewoon thuis? Een openbare plek. Bellen of appen? Appen. Nee, je bent er helemaal klaar voor zo te zien? Yes. Ja. En ik ben al benieuwd, wat voor dater ben jij? Ben jij nou eigenlijk een soort van verleider zo, op zo'n avond met je vriend? Wel even leuk, even handje, even aanstaren, gewoon lieve dingetjes zeggen en ja. dat. Een romantiek is ja, er wel nog. Jawel, ja. Nou, en dan daarna dan plannen jullie misschien wel tussen de lakens. Sowieso om te gaan tukken natuurlijk, maar misschien dat er nog wat meer gebeurt. Ja. Ben jij je dan eigenlijk heel erg bewust van je poes? Ik heb hier eigenlijk nog nooit over nagedacht of ik echt bewust bezig was met mijn poes. Tijdens nee, niet echt of zo. Ik schaam me er niet voor, dus ik vind het helemaal leuk, maar denk er niet over na van oeh, zal het stinken of oh, heb ik geschoren of oeh, dat nee, dat allemaal nee, niet. Nee, dat laat je dan gewoon los. Laat ik helemaal los. Oké. Ja. Nou, je ziet er prachtig uit. Volgens mij ben je klaar om te gaan. Yes. Veel plezier. Dankjewel. Doeg. Wat een leuk poezenritueel heeft zij. Heb je vorige week nou gemist? Klik dan hier, want die wil je ook echt niet missen.